Goedemorgen. Een lang gekoesterde wens gaat vandaag in vervulling. Ik heb namelijk de eer om als gast bij mij aan tafel te kunnen uitnodigen de dirigent Bernard Haitink. Een paar kleine biografische gegevens. Geboren in 1929 in Amsterdam. Opgeleid bij onder meer als dirigent dus bij Felix Hupka, Ferdinand Leitner. In 1957 werd hij chef-dirigent van het Radio Philharmonisch Orkest. En tussen 1961 en 1963 leidde hij samen met Eugen Jochum het Concertgebouw Orkest. Na 1963 tot 1985 was hij chef-dirigent van het Concertgebouw Orkest, nu het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Ja, hij is ook verbonden geweest met Kleinborn als muzikaal directeur daar. Prachtige opera's zijn daar gebeurd. Natuurlijk zijn verbintenissen met Covent Garden en alle orkesten die hij, de grote wereldorkesten die gedirigeerd heeft. Bovendien heeft Bernard Haitink een aantal belangrijke onderscheidingen ontvangen. En één daarvan was in 1991 de Erasmusprijs. En hij is ook sinds dit jaar eredirigent bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Hier zit naast me Bernard Haitink. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik ben pas naar een concert geweest in het Concertgebouw waar je Debussy hebt gedirigeerd voor de pauze en Bartok na de pauze. En wat me opviel, dat ontzettende enthousiasme publiek toen naar Bartok. Waarbij ik toen even dacht, ja, die muziek is nou totaal nu in deze eeuw geaccepteerd. Hè? Dat is niks moderns meer aan eigenlijk. Voor het publiek althans. Ja, wat is de term modern natuurlijk? Hè? Je hebt modern, je hebt eigen tijds. Dit is een werk, het Concert voor Orkest. Ik heb het hier voor me liggen. Weer de partituur. Het is me enorm dierbaar. Ik heb de eerste uitvoering in de eerste Europese uitvoering was in Amsterdam, gedirigeerd door Van Beinum. Dat moet in 1947 geweest zijn. Het was een fantastische serie. In het voorjaar één programma gewijd aan Pijper, één programma gewijd aan Bartok, één programma gewijd aan Hindemith, één programma met Stokowski. En ik herinner me dus dat vooral dat Bartok-concert, waar Menou toen in grote vorm het grote vioolconcert heeft gespeeld. En daarna kwam de première van het Concert voor Orkest. Niemand wist wat hem te wachten stond. En het was een enorm succes. En het aardige ervan was, in die tijd ging alles toch nogal een beetje gemoedelijker. Tegenwoordig plannen we alles maar vooruit en 3 jaar is niks. Je moet over weten wat je al in 2003 gaat doen. Dat is een waanzin, eigenlijk. Die eerste uitvoering was in mei. En het publiek was zo enthousiast dat in het daarop volgende seizoen, in september, vanaf september, oktober, is het 3 keer herhaald geweest in de abonnementseries. En weer dat enthousiaste publiek. Ja, dat is toen en sindsdien is het bezit van het orkest geworden. Niet alleen van het Concertgebouw Orkest. Ik weet KCO, maar toen was het Concertgebouw Orkest. En nu van elk orkest in de wereld wat zichzelf een beetje hoog schat. Iedereen speelt het Concert voor Orkest. Ja. En ik heb dus veel gedaan in Amsterdam, maar in een ander leven. Dat is voor mij een ander leven. In de 60 en 70 jaren. Ik hoef niet meer in de 80. En daarna heb ik het stuk niet meer gedaan. Dus toen ik het weer uitkoos, samen in overleg met de artistieke leiding in Amsterdam, toen dacht ik, god, ik moet het stuk weer helemaal opnieuw bekijken. En dat heeft me even enorm plezier gedaan. Ja. Om weer van vooraf aan weer in die partituur te klimmen. Ik heb een hele nieuwe partituur laten maken. Waar geen enkele aantekening in stond. Want die partituren uit de bibliotheek van het Concertgebouw, die zit vol met aantekeningen van dirigenten, bijvoorbeeld Klemperer en iedereen. Ik praat nu niet over het Concert voor Orkest, maar over boeken. Dan zie je met die oude beverige hand van Klemperer opmerkingen en zo. Dus die partituur is dan vol. Maar ik wou een volkomen schone nieuwe partituur hebben. Ja, en die is hier. Nou wil ik eens graag een beetje in de keuken kijken. Als dat mogelijk is. Als er iets te zien is in de keuken. Ja. Dat weet je natuurlijk nooit.
Ja, zullen we eerst eens eventjes kijken? Want we hebben het ook op beeld staan. Ja, goed. Dan kunnen we daarna erover praten. Ja. Vind je het genoeg? Ja, meer dan. Maar waarom? Dat is een verhaal wat ik al zo vaak heb verteld, maar ik zal het nog een keer doen. Ja, dan moet je het nog een keer doen. Voor 1940, afgezien dus van alle politieke dingen, was er de Duitse dirigent Furtwängler. Dirigent van de Berlijnse Philharmonie. En in, denk in 1937 ongeveer werd er de eerste film gemaakt van Berlijns Philharmonisch Orkest. En dat werd in die tijd natuurlijk een enorme propagandastunt. En grote gala-avond in de cinema. En Furtwängler natuurlijk als eregast. En na afloop, zo'n rare lange vent met een hele lange nek. liep altijd zo een beetje zo schuddend. En schudde maar met zijn hoofd. En ze vroeg hem. In Duitsland is iedereen herprofessor of herdirector. Herprofessor, wat is uw indruk?
Hij zat maar met het hoofd te schudden. Ach, zei hij, ik ben niet zo'n fan van mezelf. En dat is nou precies waar het om gaat en waarom ik hoera zeg dat dit afgelopen is. Ja. Maar nu gaan we de partituur openstaan. Mijn vraag is, want je zegt, je hebt het op een gegeven moment weer opgepakt, helemaal leeg. Ja. Hoe begin je dan aan zo'n partituur? Wat lees je, wat zie je, wat hoor je? Ja, kijk, een partituur, het is natuurlijk altijd weer een wonder. Ik vind het altijd weer van een nieuwe partituur, een schone partituur. Dat krijg je dan van degene waar je het bij hebt besteld. En dan zie je dat opeens weer. Kijk, ik heb verschillende partituren van hetzelfde stuk. Ik heb zakpartituren, die zijn klein, en dan heb ik grotere. En die zijn dan na die 40 jaar dirigeren behoorlijk uit elkaar. Dus nu heb ik weer een hele gloednieuwe, en die ben ik weer opnieuw gaan intekenen. Dat wil zeggen, ik ken het stuk dus. Maar na 10 of 20 jaar ga je dat toch weer helemaal bekijken. En ik heb zelfs een opname van de eerste uitvoering in Boston weten te krijgen, een band onder Koussevitzky. En het stuk intrigeert me, omdat het natuurlijk door de jaren heen een virtuoos stuk is geworden van elk orkest wat zichzelf een beetje naar waarde schat. Maar als je de geschiedenis weet, ik weet dat er nog geen antwoord is op je vraag, weet dat de arme Bartok, gevlucht voor de nazi's, in New York in een ziekenhuis lag met leukemie, volkomen onbekend, niet geaccepteerd in Amerika. Hij was een beetje een oddball. Hij mocht 2 jaar lang onderzoek doen aan de universiteit voor Oost-Europese volksmuziek, wat voor hem heel belangrijk was. Maar hij had de zin in het leven, en daarom ook de zin in het componeren, volslagen verloren. En dan zie je hier Concerto for Orchestra, written for the Koussevitzky Music Foundation in memory of Mrs. Natalie Koussevitzky. Wat gebeurt er? De arme Bartok ligt levensmoe in het ziekenhuis. Daar komt Serge Koussevitzky, in dat tijd dirigent van het Boston Symfonieorkest, in zijn gebrekkige Russisch-Engels. Hij was een enorm karakter, ik kan hem helaas niet imiteren. Die komt met een cheque van $1000, wat in die tijd enorm veel was in 1943. En zegt, luister eventjes, aan de herinnering van mijn vrouw, ik heb deze foundation, vraag ik je om een groot, belangrijk orkestwerk te schrijven. Bartok was volkomen, moedeloos. Maar om het lange verhaal kort te maken, Koussevitzky heeft Bartok meegenomen naar Saranac. Saranac is waar Koussevitzky woonde, boven Tanglewood in de Berkshires. Daar had het Boston Symfonieorkest in de zomer het Tanglewood Music Festival, wat Koussevitzky gesticht had. Wereldberoemd is geworden, waar mensen als Bernstein, Abbado, Mehta allemaal uit zijn voortgekomen. En niet te vergeten alle componisten als Copland en al die mensen. En merkwaardigerwijs, Bartok is opgeleefd en heeft dat concert voor orkest geschreven. Wat eigenlijk zijn meest populaire stuk is geworden. En is daarna helaas heel snel gestorven. Waren het zo dat hij langer geleefd had, was hij steenrijk geworden van alle auteursrechten. Ja. Maar dat is de tragiek van alle componisten. Als je denkt wat er in de naam van Mozart allemaal voor misdrijven gesticht worden, gepleegd worden. In zijn naam. De man zou schatrijk geworden zijn in deze tijd. En niet in een arme graf zijn geëindigd. Nee, dat zijn hele tragische dingen. En daar moet je toch wel eens een keer over nadenken, vind ik. Want wij leven er allemaal goed van deze muziek. Ja. Goed, je hebt een nieuwe partituur. Je kent het stuk meer nog meer. Want het is natuurlijk een heel verschil of je een nieuw stuk hebt dat je helemaal niet kent. En dan zie je het concert voor orkest weer. En je herkent het weer. Ik had het in de tijd een hele lange tijd niet meer gezien. En ik ben weer begonnen dat eigenlijk bladzij voor bladzij weer te bekijken. Ik ben nooit een lange studeerder. Ik ben niet iemand die de hele nacht aan een stuk werkt. Dat kan ik niet. Ik moet het hebben van korte periodes van 1 uur, 1.5 uur. Maar dan moet het wel al een tijd van tevoren gepland zijn. Anders dan raak ik in paniek. Ik heb een heel systeem om mijn partituur zo te plannen dat ik op tijd dat klaar heb voor de eerste repetitie. Want je moet natuurlijk, je moet weten wat je doet als je voor een orkest komt te staan. En zeker voor een orkest als concertorkest, die dat allemaal min of meer
uit het hoofd kennen. Je moet weten wat je wilt. Ja. En dat klinkt eenvoudig. Het is niet zo eenvoudig, want muziek is heel ambivalent. Muziek gaat heel erg door je vingers heen. Ik bedoel, Bartók is erg precies. Hij schrijft heel duidelijk tempo-aanduidingen. Hij schrijft ook heel duidelijk metronoomtekens. En merkwaardigerwijs, bij alle periodes, hè, er is een inleiding van een aantal maten. Dan is er bij maat 22 is er een kleine opleving. En dan schrijft hij voor maat 35, 1 minuut en 38 seconden moeten duren. Hij is de enige componist, naar mijn weten, die dat gedaan heeft. Heel precies, ja, het gevoel voor tijd. Het gevoel voor tijd en muziek is iets heel merkwaardigs. Maar dat is een ander verhaal. En ja, zo ga je zo'n stuk bekijken. Niet alleen maar maat voor maat, dat zou steriel zijn, maar blok voor blok. Het concert voor orkest is dus inderdaad een concert voor orkest. Blazers komen naar voren, koper komt naar voren, strijkers komen naar voren. En ze duelleren met elkaar, kun je haast zeggen. Leveren een gezonde concurrentie. Van welk tegen het orkest zei, ik vind dat jullie het fantastisch spelen. Na de eerste, hoe begin je zo'n eerste repetitie na een lange tijd? Goedemorgen, Bartók. Ach, laten we het eerste deel doorspelen. En dat kunnen ze. En het was al een heel goede vorm eigenlijk al. Maar ik zei, er is één ding wat ik mis. En toen heb ik dat verhaal verteld van Bartók in het ziekenhuis, et cetera, wat waarschijnlijk iedereen wist. Maar nog eenmaal, om de nadruk op te leggen dat wat ik miste was het heimwee in deze muziek. Het heimwee naar zijn eigen land. Weer terug naar die volksmelodiek van Hongarije. Hij had een ontzettende heimwee naar zijn geboortegrond. Waar hij wist waar hij nooit meer zou komen. Ja. En zoals met veel dingen tegenwoordig, er is een gevaar dat alles in een technische perfectie ontaardt. En een soort van show blinkend vehikel wordt voor, kijk eens even hoe goed we allemaal zijn. En dat is natuurlijk heel leuk en heel mooi dat het kan. Want het technische kunnen is natuurlijk enorm tegenwoordig, ook in de muziek. Maar er is ook nog iets anders. En daar zoek ik dan naar de als er een achtergrond is, naar de achtergrond. Is dat het geeft, als je het hoort als luisteraar die niet geïnformeerd is, hè, nu ga ik maar even kijken, ja, en je hoort het en dan hoor je die begin, dat zijn van die hele, in de lage strijkers, van die toch wat geheimzinnige klanken. Zit daar dat heimwee al in? Ja, dat zit dat eerste deel, die inleiding, daar zit er inderdaad in. Ja, want hier die strijkers gebeurt. Ja, is dat zinderende in de strijkers. Ja. Dat is haast alsof je een röntgenfoto ziet of je alleen maar de botten van iets ziet. Het is allemaal heel angstaanjagend eigenlijk. Zo klinkt het ook. Ja, we hebben het op een stukje op cd. Anders dan, er zijn mensen misschien die denken, ja, waar hebben ze het over? Want het is natuurlijk voor een kijker behoorlijk abstract. Ja, je wil even het muzikale beeld erbij. Bewust. Het begin doen we. Dat is ernst. Daar kom je niet onderuit. Daar kom je niet onderuit. Zelfs ernst met een iets van nostalgiek heimwee. Maar daar die angstige strijkers. Dan die sidderende fluit. Prachtig begin. Prachtig, ja. Nu zitten we hier, hè? Ja. In de partituur. Dat is dus geen opgewekt deuntje, maar het is een sfeer van afwachting en angst. Nou, we mogen niet meer horen. Jammer. Dat bepaal ik niet, hoor. Ja, we moeten even verder. En ik heb in het begin gezegd dat je sinds dit jaar eredirigent bent bij het Koninklijk Concertgebouworkest. Wat houdt dat nou in, een eredirigentschap? Ja, hoor, het kan alleen maar een titel zijn, maar dat betekent natuurlijk niks. Nee, zo zie ik het niet. Ik ben niet overgevoelig voor
titels, maar het zou niet gepast zijn, om maar eens even heel formeel te zeggen, om dit niet naar zijn waarde te waarderen. Er is een hele lange geschiedenis tussen het Concertgebouworkest en mij. En een hele lange geschiedenis, die is ook onderbroken een vrij lange tijd. Dat daarna die eretitel is gekomen, daar heb ik met bijzonder veel de affectie eigenlijk, heb ik daarin gevoeld. En daarom is het maar waardevol. Ja. Maar er hoeft verder niet meer over gepraat te worden. Dat is me gegeven. En we zien je hopelijk toch regelmatig bij het orkest. Het is de bedoeling dat ik 2 weken per jaar in Amsterdam ben, ja. 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 Dus dat is voor het Amsterdamse publiek toch heerlijk. Want als ik toch zie hoe de reacties waren. Nee, maar dat is echt waar. De reacties toen naar het concert waar ik was, die waren natuurlijk fantastisch. Het was zo, ja, zo hartverwarmend, vond ik dat. Ja, ik heb natuurlijk in die 10 jaar dat ik me moest losweken van het orkest, heb ik natuurlijk ontzettend veel andere dingen gedaan. En doe het nog. Ik heb veel lijnen naar verschillende orkesten. Ik voel me zeer thuis bij het Berlijns Orkest. Ik voel me heel thuis in Boston, waar ik een vaste gastdirigent ben. Ik voel me zelfs thuis in Wenen. En Wenen is altijd glad ijs voor iedereen. Toen Gustav Mahler, directeur van de Kaiser und Königliche Hofoper was, zei hij altijd, of ik wil weten of ik nog in functie ben, ja, dan ga ik 's ochtends naar mijn bureau, klop aan de deur, en als niemand zegt binnen, dan ben ik nog in functie. Dat is onvoorstelbaar. Dat is een typisch Weens voorbeeld. Maar ik voel me zelf thuis in Wenen. Maar natuurlijk is het verhaal van het Concertgebouworkest en mij toch een heel speciaal. En ik moet me eigenlijk ook een beetje tegen wapenen. En ik wil niet dat het te veel onder mijn huid komt. Anders zou ik daar verdrietig onder worden, maar dat hoeft nou niet meer. Maar het musiceren met Amsterdam heeft iets heel bijzonders. Of het dat is, omdat we elkaar zo goed kennen, nog steeds, er zijn een heleboel nieuwe mensen. Maar het gek is dat dat dan toch ergens zijn vorm vindt. Of dat het de zaal is, of dat het de combinatie is, daar speelt het publiek ook bij. Maar Amsterdam is een heel speciaal iets voor mij. En ik heb het de afgelopen periode weer gemerkt. En ik moet oppassen dat ik niet heel diep in mijn hart zeg, ach, wat jammer dat dat maar 2 weken zijn per jaar. Ja, en dat kan ik ontzettend goed voorstellen. Van Beinum, als we nou over het Concertgebouworkest hebben, die heeft natuurlijk een grote rol gespeeld voor het orkest. Hij heeft een erfenis nagelaten. Is het ook een erfenis in klank eigenlijk geweest? Oh ja, Van Beinum heeft het heel moeilijk gehad. Want die erfde een orkest wat volkomen uit zijn voegen was. Door de nazi-tijd, door de bezettingtijd, het verlies van de Joodse orkestleden. En dat waren de slechtste niet. Er zijn godzijdank enkele teruggekomen. Maar er zijn er ook helaas, zoals we allemaal weten, een aantal niet teruggekomen. Nee, nee, nee. Men had toen haast na de bezettingstijd om dat orkest weer op zijn wielen te krijgen, op de rails te krijgen. En misschien heeft men ook wel eens mensen aangenomen die er niet in de normale omstandigheden misschien niet direct in hoorde, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het orkest in dat begin, in 1946, nog helemaal niet meer zo goed was. En Van Beinum heeft dat gestadig opgebouwd. En die moest vreselijk opboksen tegen de Mengelberg-legende. Mengelberg was een ontzettend omstreden figuur, en daar wil ik nou ook helemaal niet meer op ingaan. Nee, nee. Maar die had een enorm stempel gedrukt. En hij had merkwaardigerwijs, maar bij een aantal oud-abonnees, de abonnees zijn altijd heel belangrijk in Amsterdam, ja. Was Mengelberg een groot voorbeeld dat eigenlijk niet na te volgen was. En daar heeft Van Beinum beslist onder geleden, een lange tijd. Maar ik weet ook dat Tibor de Magula, die was de solosolist van lange tijd. Oh ja, dat weet ik nog. Enorm gewaardeerd, een bijzonder man. Die zei tegen mij, met zijn mooie Hongaarse accent, Bernard, de laatste 9 jaar van Van Beinum zijn we van hem gaan houden. En toen was hij al een heel ziek mens, hij had die hartkwaal. Maar hij heeft schitterende dingen gedaan. En in die tijd heb ik zoveel concerten gehoord. Ik geloof dat ik 11 concert van het orkest hoorde. Ik zat altijd op het podium. En ik heb zoveel dirigenten gehoord. En dirigenten waar ik nog enorm goede herinneringen aan heb. Bruno Walter,
Victor de Sabata, de totale excentriek, Dorati, Kubelik, Charles Munch, dat was een soort van held voor me. Ferenc Fritschai. Maar dan als Van Meinen weer terugkwam, dan was er iets met het orkest, en dat is het nou. Dan was er een aparte klank die niemand van die andere dirigenten had. En hoe die dat voor elkaar kreeg, ik weet het niet. Dat was een merkwaardig mengeling van de mensen laten spelen, het gevoel geven dat ze niet werden gedirigeerd en dan toch ergens ze bij elkaar houden. Hij dirigeerde ook later heeft het zonder stok. Hij is op goede dag heeft hij zijn stok laten vallen. Toen zei ze zijn collega's in het orkest, oh, dat gaat allemaal weer beter. Dat is altijd, iets anders is altijd beter. Ja. Maar hij heeft dat ter harte genomen. Misschien had dat ook te maken met zijn fysieke gezondheid. Maar hij wist met die handen die zaak bij elkaar te houden. Af en toe liep het ook wel eens uit elkaar. Maar dan had hij een enorm charmante manier om het weer bij elkaar te halen. Ja. En hij was een groot man. In zijn bescheiden opstelling ten opzichte van muziek. Ja, nou dat zien we ook. We hebben een klein filmpje, Bernard. En helaas weinig muziek. Wat ik zo jammer vind, is dat er heel weinig op beeld is vastgelegd. Is ja, anders? Ik zou graag meer van hem willen zien. Ja, van maar mezelf, dit is een stukje, ik denk dat je het wel kent. Het is het slot van Te Deum van Diepenbrock. Want hij deed voor de Nederlandse muziek. Ja, daar was ik bij. En het aardige is natuurlijk, wat hij ook, hij komt ook aan het woord. En dat is zo, oh, dat vind ik leuk, zo dierbaar. Ja. Laat ik maar even kijken. Op het jubileumconcert in het Concertgebouw klonk het Te Deum van Alfons Diepenbrock. Applaus, stormachtig applaus voor het orkest en het koor, voor de solisten en de dirigent. Meneer Van Beinen, dat u wilt aannemen dat ik in die zin blij ben door geen enkele begrenzing gehinderd te zijn wanneer ik u mag zeggen dat de dank en de erkentelijkheid van de regering voor het uitzonderlijke werk door u in deze 25 jaar verricht inderdaad geen grenzen kennen, evenmin als de vreugde die u ons met uw orkest bij voortduring hebt bereid en laten we hopen nog vele jaren zult blijven bereiden. Ook de spreiding van het publiek heeft zich wel kolossaal ontwikkeld. Het is wel heerlijk dat we overal volle zalen hebben. Ik geloof dat meneer Verbrugge hieruit gebouwd daar de eerste stoot aan gaf. Ja, die begon met personeelsverenigingen en zo. Dus al die mensen werden meer bereikbaar. Het spijt me alleen nog, toen ik het laatst hoorde van onze heer Wagen, dat de arbeiders toch nog maar een heel klein percentage zijn vertegenwoordigd. Maar ja, dat zal misschien ook nog wel beter worden op den duur. Dan kom ik aan het eind van mijn Latijn. Het is niet zo erg best geweest, mijn speech, dat weet ik wel. Maar dat moet u me nou maar vergeven, want het is per slot van ik mijn stil niet, hè, om te praten. Ik heb met u gesproken vanavond voor met het ideeën van Diepenbrock. Met heel mijn hart, met heel mijn kunnen. Als een dankzegging voor deze 25 jaar. Ongelooflijk. Hè? Dat is, ontroerende beelden vind ik het. Ja, ja. En het blijkt ook dat hij ook zo eerlijk zegt van het is mijn stil niet te praten. Ja. Ik praat via de muziek. Hij kon voor zijn raap dingen zeggen. Hij kon ook soms heel scherp zijn als hij wou. Hij kon nog hele goede waarheden zeggen. Het is een bijzondere man. En het is zonde en jammer dat hij zo jong gestorven is. Als hij in deze tijd had geleefd, dan had de medische wetenschap hem nog 20 jaar kunnen behouden. Ja, ja. Ik ben er zelf het voorbeeld eigen van. Eigen ervaring. Ja, daar kom ik straks nog even op. Ik zei net, we hebben net Diepenbrock gehoord. Een klein stukje, een paar maten.
hij deed veel voor de Nederlandse muziek. Nou, je hebt zelf ook veel dat Nederlandse muziek gedaan. Dat doen we allemaal, omdat dat is de positie. Als je dirigent van het concertorkest bent. Ja, ook dat. Tegenwoordig is het allemaal chef-dirigent en koninklijk concertorkest. Dat is natuurlijk prachtig. Maar in die tijd was je dirigent van het concertorkest. Niet meer, niet minder. Dat was genoeg. Dat was een eretitel eigenlijk al. Ja. En Van Beinen was dirigent van het concertorkest. En dan heb je die verplichting. En ook als je er geen zin in hebt, dan gebeurt dat toch. We hadden een goed samenspel met de artistiek leider. Met Vlothuis, die een hele erudite, goede man is. En die hield ook van de Nederlandse muziek. Deed er veel voor, hè? Ja, die deed er veel voor. Anders? Ja, hij had een goed kritisch vermogen, maar hij was zelf componist. En af en toe dan botsten we wel eens daarover. En ik weet dat Van Beinen en Vlothuis ook wel eens botsten. Maar Van Beinen schatte Vlotje, zoals we hem noemden, enorm. En ik heb Vlothuis enorm. Ik waardeer hem enorm. En we hebben toevallig net in de pauze van de repetitie van het concertorkest nog even zitten praten. En dan is een 10 minuten gesprek met Vlot is meer waard dan een uur. God weet wat. Hij is zo wakker en helder. En hij weet nog precies wat we deden en wat we niet deden. En hij had een bewuste programma. Programma concept. Ik wil niet programma politiek noemen. Ik vind politiek zo'n verdomd vervelend woord. Programma idee. En hij wist, want ik was nog vrij jong toen, of vreselijk jong in die tijd, hij wist me daarin te leiden. En heeft me dingen aangepraat waar ik, als ik die niet had gedaan, had ik daar vreselijk spijt over gehad. Ja, want zijn er dierbare stukken? Sprekend voorbeeld, Jules van Debussy. Had ik nooit gedaan als hij me dat had aangepraat. Ja. En dat klonk zo prachtig laatst. Ja, ja, en dat is ook nog dank aan Vlot. Ja. Maar over, zijn dan ook in dit hele Nederlandse repertoire is er een stuk waarvan je zegt, nou, dat is er me toch behoorlijk dierbaar geworden? Of? Ja, dan moet ik natuurlijk vreselijk oppassen. Dan ga ik er wel eens hier tegen staan. Nee, je kan de ene van dit van de ik weet dat niet zo. Ik zie het meer als een geheel. En ik heb soms in een kwaaie bui gezegd, ach, die Nederlandse muziek, daar regent het altijd. Dat is zo somber. Dat is natuurlijk heel flauwe opmerking. Want er zijn zoveel verschillende stijlen en dingen. Ik heb ontzettend veel gedaan. Als je terugkijkt. En dat is me niet altijd in dank afgenomen. Ik heb altijd dat etiket om me heen van Mahler en Bruckner. En dat heeft me wel eens verveeld. Niet de muziek, maar dat is altijd het stempel. En ik kreeg toen van het orkest, dat vind ik een van de mooiste gebaren die ik van het orkest heb kunnen krijgen, met mijn 70ste jaar, ja. Een cassette van radioopname, 14 cd's, dat is een heleboel. Van repertoire waar ik helemaal geen weet meer van had. Nauwelijks. Ik kreeg een brief van Ligeti die me bedankte voor de uitvoering met het orkest van de San Francisco Polyfonie van hemzelf. Ik wist helemaal niet welk stuk gedaan had. Ik dacht dat ik mezelf dat hij zich vergist. Nee, maar het zit hier in die doos. En in deze cassettedoos zit dus van allerlei. Waar Stravinsky, de sacrale werken. On a Guerre, vijfde symfonie. Debussy, de Sixième Épigraphe Antique. Met in die prachtige orchestratie van Rudolf Escher. Ja, die is echt buitengewoon mooi. Een hele serie Franse muziek. Een hele serie eigen tijdsmuziek. Hanse Ligeti, Takamitsu, Tikomitsu. Weer Ligeti, Lutoslavski. God, ik heb het al gezegd, ik ben niet zo fan van mezelf. Maar zo slecht is het dan toch ook weer niet geweest. Als dat mag je wel zeggen. Keurs, Leeuw, Vlothuis van Horst. Ja, ik zeg dat tegen mezelf. Omdat ik een vreselijk vervelende eigenschap heb. Dat ik terugkijk soms met in onbehagen. En, maar hoe onbehagen? Ja, dat je dan vindt, ach ja, dat heb ik niet goed genoeg gedaan. En als ik het nou zou doen, zou ik het beter doen. Wat natuurlijk niet altijd waar is. Maar ik vrees ook dat het ook een beetje een artiesteneigenschap is. Je hebt slangenhuiden, die leg je af en je gaat weer aan iets anders verder. En dat heb ik wel, helaas heel sterk. Maar ik moet oppassen dat ik daarmee niet de verkeerde indruk wek dat ik alles weggooi. Daar zit ik wel zelf mee. Maar net zo goed dat fragmentje van het concert voor Gaston Bartók, wat mij veel te lang duurde met mezelf. Ik wil dat niet. Ik hou daar niet van. Ik kijk ook niet naar mezelf. Ik en luister je ook niet naar opnames? Nou, dat duurt een hele lange tijd. Je gaat niet direct naar als je de opname hebt gemaakt. Nou ja, je luistert naar de takes en je kiest de takes. Ja.
Ik heb een lange tijd van mijn beroepsleven heel intensief alles opname gemaakt. Dat is nu minder door alle situaties in de muziekindustrie. Ik ben daar ook helemaal niet rabbig om. Ik heb een hele goede tijd gehad. Nu de antwoord op de vraag. Luister je ernaar? Het duurt een hele lange tijd voordat ik naar een opname van mezelf luister. Het kan heel lang duren. Maar dan is het zo dat ik zeg, hé, ja, dat valt me eigenlijk wel mee. Ja. En dat is dan de hoogste lof die ik mezelf kan toezwaaien. Dat is geen bescheidenheid. Een dirigent is niet bescheiden. Dat is flauwekul. Maar ik ben een realist. En de tijd gaat voort. En je bent niet de enige op de wereld. En muziek maken is heel erg het product van het moment. En dat dirigeren, het lijkt allemaal zo prachtig en mooi, maar het is natuurlijk, zoals waarschijnlijk elk vak, het is waar je geëxponeerd bent. En dat moet een chirurg en een advocaat ook hebben. Je moet altijd maar gedisponeerd zijn. Het moet altijd maar om 7:45, of om 14:45, of in Engeland om 19:30, of in Spanje om 21:00. Je moet er altijd maar weer zijn. En het moet altijd maar weer goed zijn. En dat is, eerlijk gezegd, een enorme belasting. En toen ik gedwongen, voor het eerst van mijn leven, 3,5 maand niet mocht dirigeren, heb ik dat als een enorme bevrijding ervaren. Ik vond het heerlijk. Ik heb ervan genoten. Even niet die druk. Maar is die druk ook zo groot, Bernard, met grammofoonplaten? Want we hebben hier een paar beelden met iemand. Mag ik hier nog? Ja, oké. Okay. Ja, nee, mag ik nog even? Want ik wou er straks nog even op terugkomen. Ja, ik praat te lang, dat weet ik. Dat is gevaar is maar nodig, dan ga ik praten. Ik zeg altijd dat ik ze zeggen heb, dan ga ik door. Ga je gang. Ik heb je lelijk onderbroken. Ik had het gevoel dat ik niet meer wou dirigeren, dat zeg je eerlijk. Ik dacht, nou, echt stoppen? Ja, ik dacht, ik ga stoppen. Het is nou wel mooi geweest, ik vind het zo heerlijk. We hadden huis in Frankrijk, dat hebben we. En na die hartgeschiedenis dacht ik zo, nou, dat is mooi. Het gekke is natuurlijk dat ik toch weer mijn verplichting had. En na 3,5 maand kreeg het groene licht. Ik kon er niet meer onderuit. En terug naar Londen gegaan. En mijn vrouw heeft me naar mijn eerste repetitie gebracht. Met een orkest waar ik erg aan verbonden ben, het Royal Opera House. Die natuurlijk toch wel, ja, er naar uitkeken dat ik weer terugkwam, gelukkig. Gezien de situatie in Covent Garden, een ander verhaal. En ja, ik dacht, kan ik er nog eigenlijk wel? En mijn vrouw is naar huis gegaan. En wat ben je dan toch onzeker? Ja, wat dacht jij? Natuurlijk elke keer. En onzeker na 3,5 maand niks te hebben gedaan. Kan ik er nog wel? En om 1:00 bel ik haar op. Ik zei, ik ben werkelijk erg ongerust. En ik schok zich dood. Ik zeg, ja, erg ongerust dat ik er toch weer zin in ga krijgen. Dat wordt toch wel. Ja. Maar, nou goed, sorry. Wat heb je. Nou, ik ga nu even door, want anders halen we de boel zo erg door elkaar heen. Ja. Wat heb je nou in die. Vond je het wel lekker om in die 3,5 maanden eens andere dingen te doen? Bijvoorbeeld lezen, tentoonstellingen en dat soort dingen. Ja, tentoonstellingen. Dat niet? We wonen op het platteland en daar is het veel van. Ik vond het heerlijk om te lezen, ik vond het heerlijk om te wandelen, ik vond het heerlijk om te fietsen. En luisteren naar muziek? Ja. Het eerste wat ik voorstel dat je zegt, ik wil niks meer horen. Ja, dat is niet waar. Het eerste wat ik na die operatie heb gehoord, een paar dagen, was de Wohl temperiertes Klavier van Bach. Dat is wonderlijk. Ja, dat van mijn goede vriend Andras Schief. Dat ruimt de boel mooi op. Dat is heel gezond. Heeft dat met Bach te maken? Het hoogste goed, Bach. En ik dirigeer het nooit. Maar er staat nergens geschreven dat je niet van muziek kunt houden als je niet dirigeert. Dat is voor mij het hoogste wat er is. Bach, dat is iets fantastisch. En daarom vind ik het eigenlijk ook zo prettig dat ik dat niet hoef of wil dirigeren. Dat is iets voor mezelf. Dat is nou van mij. Daar mag ik voor mijn eigen plezier naar luisteren. Net zo goed als Schubert liederen. Daar mag ik ook naar luisteren. Zonder te denken, is het tempo wel goed? Of moet ik dat zo doen? Of moet ik het zus doen? Nee. Dus ik heb naar muziek geluisterd, dus voornamelijk Bach. Ik heb ook een tijd lang niet geluisterd. Ik had een paar partituren die ik wou bekijken, gewoon voor plezier. Nogal highbrow stukken, Pelléas et Mélisandre van Debussy en Wozzeck van Alban Berg. Ja, niet bepaald geschikt voor revalidatie. Maar ik heb er toch plezier aan beleefd. Ik vind dat heerlijk om aan mijn tafel te zitten met een partituur. Zo een uur, anderhalf uur. Vooral als je er nog gezegend bent met een mooi uitzicht. En dat vind ik eigenlijk het, als je me nou vraagt wat vind je het aardigste van dirigeren, dan is het dat voorbereiden. Als ik zou ophouden met dirigeren, dan is dat wat ik het meeste zou missen. Maar zou je het ook, stel nou dat de artsen hadden gezegd, nou meneer Heiting, ja, het is ontzettend spijtig,
Maar u moet stoppen. Dat kan. Vroeger hadden ze dat gezegd. Want het is natuurlijk, de medische wereld is zo vooruit gegaan. Ja, mensen hoeven maar een klein hartaanvalletje te hebben. En ze staan vijf dagen later weer op het werk, bij wijze van spreken. Had je dan nog die partituur geopend? Luister even, daar kan ik geen antwoord op geven. Nee. Dat is een academische vraag. Ik weet het niet. Nee. Ik weet alleen dat als ik niet meer de dwang zou hebben om te dirigeren, ook niet de dwang heb om die discipline op te brengen. Ik heb veel fouten, maar ik kan heel gedisciplineerd mijn tijd indelen. Dat is een sterke kant van me. Dat ik dus zorg dat ik daarbij mee leef. En daar heb ik een ijzeren discipline in. En dat heb ik moeten aanleren, omdat ik vroeger als jongen totaal ongedisciplineerd was. Ik was onuitstaanbaar op school. Ik was een totale mislukking. Als de mensen iets tegen me zeiden, had ik de arrogantie om te zeggen, ja, nou, ik bewaar mijn energie voor belangrijke zaken. Dat was natuurlijk onuitstaanbaar. En ik was een total los. Ik denk dat dit een soort van wiedergutmachung is. Dat ik nog steeds het gevoel heb, ik moet mijn lesje kennen. dat zal wel teruggaan naar een hele lange tijd. Mag ik even op de klok kijken? We hebben nog 20 minuten. Oh ja, nee. Dat is een heleboel. Dat is nog een heleboel. ik ga even terug naar het feit dat je zegt, ja, je staat daar om 7:45. Het moet er zijn. Het begint daar. Maar dat met een grammofoonopname natuurlijk is dat anders, hè? Bijvoorbeeld, we hebben een filmpje, en misschien kunnen we dan het onderwerp aanroeren, want er is natuurlijk in die wereld ook veel veranderd, met iemand die jij goed kent, van Ginneke. Ja, dat is. En de manier waarop je als eerste de telefoon oppakt om van Ginneke voor te zijn, dat vind ik zo grappig. Want ik denk dat er natuurlijk heel wat discussie was op de vloer destijds. Het is een hele oude. Ik denk dat het niet meer zo gaat nu, de manier waarop ze. Erop gecommuniceerd wordt ook met een telefoon. Het is toch wel echt uit de tijd, daar komt het. Ja? Ik zal je maar voor zijn. Ik hoor hier helemaal of nauwelijks eerste violen. En nee. Ik heb het gevoel dat het helemaal wegzwemt. Ja, die hoor ik op het ogenblik ook niet. Dat klopt al. Ja, en het is zonde om voor niks te spelen. Het is zo evident namelijk. Ja. En ik hoor hier zo ontzettend veel. Hier bedoel ik mee dus voor me. Hè. Koper, maar ook middenstemmen, alten, hout hoor ik ook ontzettend sterk. En de violen hoor ik eenvoudig niet. En er wordt wel gespeeld, dus het is wel iets, toch iets om moeten doen. Ja, ja. Huh? Ja, ik moet toch geloven dat er dan niet gespeeld wordt zoals soms anders. Want er is niets anders, hè? Nee. Dan, maar het valt me hier ook op. Ja, maar juist. Het kan toch niet het enige zijn? Hè? Ik bedoel, het kan wel iets meer worden, maar nooit zoveel dat het opeens. Het is nu echt ontzettend topzwaar. Ja, dat is juist. Nou, ik wil het nog één keer doen. Maar ik weet niet wat ik moet afdempen. Als ik die liggende harmonieën ga afdempen, dan wordt het zo kinderachtig. Dat wordt het zo steriel. Dat kan toch niet? Ja, die violen en de alten en de horens kun je toch niet fortissimo piano laten blazen? Dat kan niet. Kunnen we de violen er niet in betrekken in dat probleem? Ja, dat zou ik ook zeker doen. Maar, want ik zie op het ogenblik echt nog niet waar ik dat veranderen moet als het dus in de zaal ook zo is. Ja, nou ik zal eerst alleen maar even met de melodie strijkinstrumenten vanaf M tot N even doen. Eén moment, ja? Ja, dat is goed. Mag M hebben. Eerste violen is Shelley en Bassen. Ja? Heb je de violen nog wat geholpen? Nou ja, ik heb de violen geholpen, maar het is altijd hetzelfde. Als ze in de zaal niet voldoende zijn, dan zijn ze hier ook niet. Nee. Fantastische man. Ja, dat was een discussie die we kennelijk gehad hebben. Veel langer dan ik dacht dat we ooit gepraat hebben. Want hij was een man zeer, zoals je hoort, zeer kortaf en zeer duidelijk. Een ongelooflijk begaafde man. En ik ben hem enorm veel verschuldigd. En afschuwelijk dat hij niet meer daar is. Want ik was natuurlijk jong en ik was niet helemaal. Ik heb niet altijd even begrepen. Maar ik wist wel dat hij fantastische opnamen maakte. Hij was erg van oren als een vos. Van Beinum heeft ook met hem gewerkt. Juist Van Beinum. En dat was natuurlijk voor Ginneke moeilijk om na die enorme tijd met Van Beinum opeens met zijn jonge
knul te gaan werken. En ik zag enorm tegen hem op. Wat een hele rare situatie. Ik zei altijd meneer Van Ginneken. En hij zei meneer Heiting tegen me. En ik wou dat hij Bernard zei. Maar dat deed hij nooit. Dat deed hij nooit. En ik vond dat die man die stond voor mij daar. En ik zei meneer Van Ginneken. Ik kon niet zeggen hé Jaap. Nee. Ik kon dat niet. Een hele rare situatie. En ja, dat zijn zo een van die dingen. Een van die vele boeken die niet af zijn. Die ik niet uitgelezen heb. Die ja. Relatie met Van Ginneken. Dat is een fantastisch man. In de tijd was Philips een hele bijzondere grammofoonmaatschappij. Die hele fraaie opnamen maakte. Quartetto Novo Italiano bijvoorbeeld. Een prachtige kamermuziekreeks hadden. Een van de beste kamermuziekcatalogie van de destijds bestaande grammofoonmaatschappijen. En wat ze met het concertorkest deden en wat ze met mij deden was ongelooflijk. Ik bedoel, ze hadden het plan om allemaal een symfonie op te nemen. Dat kenden ze nog nauwelijks, dat kenden ze helemaal niet. En nu is de markt overvoerd en is die helemaal ingestort en af. Ze hebben het moeilijk, ja. Ja, maar in die tijd was dat ongelooflijk. Er waren ook gekke dingen. Er was natuurlijk af en toe een directeur die zei, welke idioot heeft verzonnen om Lemay op te nemen? Dat kun je aan de straatstenen niet kwijt. Ik weet dat Vlothuis haast flauw viel van ellende. Maar de man die invloed had op deze mensen was Van Ginneken. Een man met een ongelooflijk gevoel voor smaak, met een ongelooflijk gevoel voor niveau. Jaap van Ginneken is geweest een van de topmensen in de industrie. En hij heeft ook mensen getraind. En een van zijn beste mensen, waar ik heel veel mee gedaan heb, gewerkt heb, is Volker Strauss geweest. Dat die is uit een deze, grote naam, hè? Uit deze school kwam. Ja. Ik heb wat dat betreft enorm geluk gehad dat ik met deze lijn kon werken. Is er nou, want ja, het is van LP naar CD, van analoog naar digitaal gegaan. Heb je daar nou zelf last van? Of nee, ik ben helemaal niet technisch. En het gekke is dat me dat ook niet zo interesseerde. Ik werd alleen kriebelig als ik gevoel had dat er gemanipuleerd werd. Dat kan nu meer dan vroeger, denk ik. Ze kunnen nu alles. In primitieve tafel kon je niks, hoor. Met 103 sporen of god weet wat, ze kunnen van alles doen. En daarom was ik, daar kom ik nou weer terug, toch, die box met die radioopname, dat is dus een eenmalig iets. Een grammofoonopname is bevroren activiteit. Dat is ergens niet helemaal kosher. Met alle respect dus. Ik heb er zelf aan meegedaan. Maar het is heel verfrissend om dan opeens levende opname te horen. Live recordings, zoals dat dan heet. In goed Nederlands. Ja. En dan hoor je opeens hoe belangrijk het spontane musiceren is. Dat je tuurlijk toch ook anders musiceert dan tijdens een opnamesessie. Dat kan niet anders. Daar kan soms iets gebeuren op een concert. Je kunt natuurlijk dingen voorbereiden. Repetities, ik vind dat vervelend woord. Voorbereidingen voor een concert. En dan, als je dat voorbereid hebt, dan kan er op een avond iets gebeuren. Iets heel bijzonders. Wat natuurlijk tijdens een grammofoonsessie veel moeilijker is, 's ochtends om 10 uur. Die kille atmosfeer. Je zit midden in de zaal, dus stoelen zijn eruit. Nou, en dan begin je en dan moet je weer over. En dan heb je ook vaak de ego-trip van de artiest en de ego-trip van de producer. En dat had natuurlijk Van Ginneken nooit. Maar als je iets niet goed vond, vond hij niet goed. Dat kun je nou horen in het fragment. Ja, die violen, maar dat ligt aan jou. Je moet zorgen dat je meer violen hebt. Oké, goed, nou, dat doen we dan. Ja. Ja, je hebt ooit eens gezegd van, ik voel me als een soort vader van een jeugdherberg. Ergens in een interview heb ik dat gelezen, jeugdherbergvader. Dat wil zeggen dat je het heel plezier vindt om met een gezonde familie op het podium te zitten, als het ware. Ja, daar schreef ik ben begonnen als de jongste van het gezelschap. Dat was een hele jonge jeugdherbergvader. Vreselijk. Die heb je ook, hoor. Vreselijk moeilijk. En voor mij, maar ook voor de... Juist voor de muzici. En ik ben, zoals een van de critici schreef destijds, tergend langzaam ouder geworden. Nou, dan ben ik het dus nu eindelijk. Het heeft lang geduurd. En het staat een beetje kinderachtig om dat te zeggen. De vader van de jeugdherberg, ik heb het misschien een keer gezegd, die zegt wel eens meer gekke dingen. Maar er zit natuurlijk een grond van waarheid in. Je bent als dirigent meer dan alleen maar een egotripper.
Als je het serieus meent met de muziek en met je orkest, dan weet je hoe belangrijk het is, de mens achter het instrument. Je kunt iemand maken en breken als dirigent. Dat is angstaanjagend. Je wil zeggen, het orkest kan iemand maken. Nee, de dirigent kan iemand maken. Ja, ook. Ja, dat is het zeker. Er is een sprekend voorbeeld van een. Ik kan hem naam best noemen, Fritz Reiner. Ja, hij was dirigent. Hij werd dirigent van het Chicago Symfonieorkest. Voor Scholti, ver voor Scholti. En dat was een ongelofelijke dictator. En de eerste repetitie zat hij zo te kijken. Hij begon met een langzame inleiding en de strijkers die zaten met bevende handen. En in die tijd was er in Amerika zo dat je elk jaar opnieuw geëngageerd kon worden, moest worden als orkestlid. En zei, nou, ik zie al dat niet iedereen volgend jaar hier zal zitten. Nee. En dat ging zo door. En dan kwam je bij het Allegro van de Vierde Symfonie, wat een enorm vitaal en haast vrolijk iets is. Be more cheerful. Have fun in music. Ja, dat is een dirigent. Een excess. Ik vind een mens, zonder een padvindersmentaliteit op na te houden, ik vind de mens achter het instrument enorm belangrijk, omdat je dan de beste resultaten krijgt. Ik had verleden week met de Sis Epigraaf Antiek een sprekend voorbeeld. Prachtige soloblazers. Ja. Werner Herbers, Jan Kaunhoven. En Jan Kaunhoven heeft deze hele melancholieke, nostalgieke solo in de Tombeau sans nom, een graf zonder naam. En hij speelde dat. En ik zei, Jan, ik heb het gevoel dat je geremd wordt door mij. Speel nou eens een keer zonder dat ik dirigeer en doe nou eens precies hoe je het wil. Dat was prachtig. Precies. En wat doe je dan op de uitvoering? Dirigeer je dan nauwelijks, ook niet? Nauwelijks. Dan laat je het. Maar dat is de kunst aan het weglaten die je als je ouder wordt. Dat is het leuke van dirigeren. Als je ouder wordt, dat je meer ervaring hebt. En dat je daardoor ook weet wat je wel, maar ook vooral wat je niet moet doen. En ja, de kunst aan het weglaten is heel belangrijk. Dat je niet voortdurend daar die mensen in een. Maar het bestaat er zoiets, Bernard, als een high-think gebaar? Een high-think. Dat kan ik niet beoordelen, dat moet je aan andere mensen vragen. Dat weet je van jezelf. Is het wel kleiner geworden of niet? Oh, is het veranderd? Ja, ik was vreselijk wild. Ja. Nee, het is zeker. Evenwichtiger geworden. Ik heb soms veel ruimte nodig. Heeft ook met de zaal te maken. Natuurlijk, ja. Een hele ruime zaal, wijd podium, mensen zitten wijd op elkaar. Ja. Maar ik probeer niet te veel aan maatstrepen te denken. Niet te veel aan meer periodes van in de muziek. Periodes zijn frases van een aantal maten, indelingen, zodat de mensen het gevoel hebben, ik ga ergens naartoe. Ergens, en ook wat het publiek betreft, je bent een soort van gids. En je vooral in toch weer Mahler en Bruckner. Je bent in de bergen en er is een mooi uitzicht. Ja, het is erg mooi, maar kom dan met me mee, want verderop is het uitzicht nog mooier. En het werkelijke uitzicht komt daar. Dus blijf nog niet te lang hangen, maar daar gaat het om. En nou wil ik, want het uurtje is om. Ja, oké. Okay, je lievelingssymfonie, geloof ik. Dus een van de vierde, is dat een lievelingssymfonie? Ja, als het normaal gaat, dan moet ik zeggen, de vierde Mahler is muziek. Ja, je moet even naar jezelf kijken. Wil je dat of niet? Ik zal het proberen. Ja, daar komt het dan. Met Maria Ewing. Ja. Een tijd geleden. Dat was een tijd geleden. Thank you.
De kerstmatinees die zijn op cd verschenen, alle Mahler kerstmatinees. Dus u kunt, als u dat wil, die kopen. Ze liggen in de winkel. Natuurlijk allemaal onder leiding van Bernard Haitink. Bernard, ontzettend bedankt voor dit heerlijke uurtje. Ik heb weer veel bijgeleerd. Het was natuurlijk te kort. Ik wens je nog heel veel succes. Ook weer, en ik hoop je nog vaak hier in Amsterdam bij het Koninklijke Concertgebouworkest terug te zien. Hartelijk dank dat je hier met je drukke en overvolle agenda een uurtje wilde zijn. Excuses dat ik je zoveel onderbroken heb. Maar dat is het gevaar als je met me praat. Bedankt. Geen probleem.